Dames en heren, ontzettend welkom op deze informele pannenbierbijeenkomst, dan wel tuinborrel. Voordat ik ook maar enig zinnig woord zeg, of uitgaande zinnig woord komen, wil ik eerst Tom Wildenburg verdomd hartelijk welkom heten. Dat je er weer bent. En, daar ging het eigenlijk om. Pannenbier is normaal hoog, hè, volgens mij, het hoogste punt. Nou, hier hebben we zo'n beetje de helft, meer dan de helft van onze reis hebben we klaar. Want toen had het Cultuurparticipatiefonds van de provincie toegezegd, nog niet beslist, maar wel toegezegd, dat wij 30.000 euro zouden krijgen voor de verbouwing van het kindertheater. Dat was 15 november en dat was natuurlijk fantastisch, ook 30.000 euro vanuit AFAS. 21 april heb ik met Truus daar op het oude balkon gestaan, met Truus Koppelaar, omdat ik steeds dat moet zeggen, omdat mijn vrouw ook Truus heet, om de naam te onthullen. 4 maanden verbouwing en 18 maanden projectplan staat het theater. De eerste keer dat ik me echt nergens mee bemoeid heb en niet weet wat er komt, nou, dat is Want na mijn vakantie denk ik helemaal onnozel, ik stuur even een mailtje naar Martijn van joh, moet ik even komen kijken, even helpen of wat er ook. Tot 12 augustus is het klaar. Oh, dacht ik, nou, niet mee bemoeien. Na 4 maanden verbouwing en 18 maanden projectplan staat het theater. En daar ook nog even het petje vooraf voor AFAS, die ook deze week weer wat extra's toegezegd heeft om het interieur mogelijk te maken. Nou, dat is echt fantastisch. Een mooi nieuw theater wordt natuurlijk een mooie nieuwe brochure. Dankzij Graphic en vooral dankzij Margriet, die enorm veel geduld met ons gehad heeft. Want dan is het weer zus en dan is het weer zo. En het is allemaal goed gekomen. Hebben we een prachtige brochure. Dus wij gaan ervan uit dat de tuin in een verre omtrek van Leus een prachtig theater gaat worden. Waar heel veel mensen heel veel plezier zullen hebben. Annemiek, mag ik hem jou veranderen? Want dan gaan we de kranten eraf halen en dan gaan we het nog een keer doen. Dus we gaan 2 keer onthullen. Dat gaan we 24 uur zien.